Hallo allemaal, welkom bij Hoentjes How To. Vandaag ga ik laten zien hoe je het aansluitsnoer naar de netstroom aansluit op deze Meanwell voeding. Deze voedingen gebruiken we op onze modelbaan. Je ziet hier de aansluitingen voor de netspanning en hier het gedeelte voor de modelbaan. Ik gebruik een Meanwell RSP 100 7,5 volt voeding. Die geeft 13,5 ampère maximaal af. Dat is een behoorlijk sterk ding. Ik heb hem gekocht bij Domburg Trainsport. Dat is trouwens niet gesponsord, maar dat is gewoon een hele fijne webwinkel hiervoor. Hier hebben we ook het aansluitsnoer in een mooi tasje bijgeleverd. Eveneens van Domburg Trainsport. En dit gaan we vandaag gebruiken. Ik gebruik nog van die klemmetjes. Die zet ik over de aderenhulsjes heen. Ik laat straks ook zien hoe ik dat doe. Want deze klemmetjes passen beter in de voeding. Ik maak wel eens mee onder de baan dat die draden los schieten. Als ik er bovenop ga liggen of zo. En met deze klemmen blijven ze gewoon beter zitten. Kijk, ze vorken eigenlijk. Ik doe het nu een beetje scheef. Maar ze vorken eigenlijk onder de houder aan twee kanten. En een normale kabel zit maar aan één kant in de houder vast. Dus je hebt meer grip, meer overbrenging. Gewoon fijner. Nou, we maken de verpakking open. Voor een keer een scherpere schaar pakken. En dan vinden wij één aansluitsnoer met een Installation Hinweis. Oftewel een gebruiksaanwijzing in het Duits en in het Engels. En er staat eigenlijk heel duidelijk op dat je dit alleen aan mag sluiten als elektricien. Dat je moet weten wat je aan het doen bent en als je het fout doet dat het geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Dat geldt trouwens ook als je deze video nadoet. Dat doe je echt helemaal zelf. Nou, we hebben hier dus drie kleurtjes. Groen, geel, blauw en bruin. En je ziet daar ook de aderhulsjes aan het einde zitten. Nou, die aderhulsjes zorgen dat de gevlochten draad bij elkaar blijft. Kijk, ik heb hier even huishoudkabel gepakt. Zonder aderhulsjes, nou, moet je dat verschil zien. Die haartjes, die koperen draadjes gaan alle kanten op. Met alle gevaren van dien. En meestal draaien we ze dan op deze manier in elkaar. En dan zie je dat er allemaal nog oneffenheden in zitten. Nou, daar kan vuiling gaan zitten, daar kan hinder zijn. Dat is gewoon niet fijn. Dus aderhulsjes gebruiken. Of kabels kopen waar ze al om zitten. Nou, inclusief aderhulsjes. Schuif ik ze simpel door de opening op zo'n klemmetje. Eventjes de soldeerbout erop. Ik heb een analoog station en hij staat op 400 graden, dus is best warm. Op een gegeven moment gaat het plastic smelten, dan zie je daar ook roken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. 350 graden is eigenlijk meer dan genoeg. Ik gebruik loodhoudende soldeer met harskern, dus het vloeit fijn. Natuurlijk, als je beroepsmatig soldeert, mag je geen loodhoudende soldeer meer gebruiken. Maar ik ben hobbyist en zoveel soldeer ik nou ook weer niet. Dus even versneld alle klemmetjes. Ik gebruik een derde handje, want dat is wat fijner dan zo op het papier. En klemmetje nummer 3 eraan. Dat laten we even uitharden. Je ziet ook aan de verlichting, het is nu avond. Er kwamen gewoon wat dingen tussen, ik moest gaan werken. Dus hij is wat extra uitgehard. Nou, hier hebben we dan weer onze voeding. De stekker leg ik eigenlijk altijd los in de buurt, dat ik zie dat die eruit is. De drie klemmetjes. En dan gaan we ze aansluiten. Groen-geel is altijd de aarde. Begin daar ook mee bij het aansluiten, dan weet je zeker dat je die niet vergeten bent. Je ziet mij hier nu ook enorm frutten om ze er alle drie tegelijk in te krijgen. Dat is dus geen porum. Dat schiet gewoon niet op. Dus doe dat één voor één. Maar wat ik zeg, begin bij de aarde. Schuif ze zo ver mogelijk aan. Dus je zult ook merken bij het aandraaien dat die er een beetje ingetrokken wordt als het ware. Dus je ziet ook bij de aarde zie je nu al heel duidelijk dat het rood eigenlijk tegen de schroefhouder aankomt. Terwijl bij de bruine draad je nu ziet, of sorry, de blauwe draad, dat die erin ingetrokken wordt als ik hem aandraai. Blauw zit op de 0 of op de
ja, de loze draad als het ware. Daar staat eigenlijk nooit spanning op. Hebben ze me uitgelegd. En bruin is de fasedraad. En de fasedraad mag je nooit aanraken, want dan krijg je een schok. Kijk, als je nu die schroeven aanraakt, krijg je dus een schok. Daar hebben we deze plaatjes voor. Een soort plastic plaatje. Dan klik je erop vast. En dan kun je niet meer bij die schroeven. Die plaatjes kun je voor iets van 15 cent per stuk bestellen bij Meanwell. Maar je moet er wel 5000 afnemen. Dus dat is heel erg veel. Maar je kunt ze ook gebruiken voor modelbouwdoeleinden natuurlijk. Nou, het groene lampje brandt. Geen vonken, geen rook. Dat was hem weer. Dit was weer een Hoontjes How-To. Bedankt voor het kijken. Wil je niets meer missen uit mijn How-To-series? Vergeet je dan niet te abonneren onderaan deze video. Klik op de rode banner. Klik dan ook even op het notificatiebelletje. Dan krijg je een update of een berichtje op het moment dat ik een nieuwe video upload. Vond je dit een leuke video? Geef hem een like. Heb je nog vragen, opmerkingen, suggesties? Of wil je zelf een keer iets zien in een how-to? Of zien hoe ik bepaalde dingen aanpak? Geef dat dan allemaal aan hieronder in de comments. Of zoek mij eventjes op Facebook op de Enspoor pagina. Of op het enspoorforum.nl, het grootste enspoorforum van Nederland. Ik heet bij allebei ook gewoon Hoontje, dus dan kun je me makkelijk vinden. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en houdoe!